In the past 10 years, humankind has produced more plastic than during the entire 20th century. Plastic that hardly decomposes and destroys entire ecosystems. Lucky for us, there might be a solution. Scientists, designers, and dreamers are working on an organic revolution that might sound a little weird and gross, but that could change the world around us. Zoiets gaat er gebeuren. We gaan nu leren hoe we nieuwe materialen gaan maken en dat gaat ons allemaal nieuwe mogelijkheden bieden. Ik denk dat over 10 jaar we steeds meer dit soort materialen op de markt krijgen. And this new matter could in fact become a potential replacement for plastic materials. Ja, toen dacht ik van ja, dit is het. Nu kunnen wij gewoon met levende cellen gaan printen. We're on our way to the University of Utrecht, where scientists are working on ways to produce different kinds of materials with fungus. Microbiologist Han Wuste does fundamental research on how fungi grow. Schimmel bestaat uit allemaal draden. Die draden die groeien aan hun top en iets naar achteren toe gaan ze vertakken. En zo ontstaat een netwerk van allemaal schimmeldraden. Wat je kunt doen is dat je de schimmel dus bijvoorbeeld in zaagsel laat groeien. Dan gaat die schimmel die gaat dat zaagsel afbreken en tegelijkertijd wat overblijft, dat verlijmt die allemaal aan elkaar. En dan krijg je wat wij noemen een composiet. Je zou dit eens kunnen zien als een soort van gewapend zaagsel of zo. Dit is gewapend zaagsel, ja. En we hebben al rubberachtig materiaal. We hebben ook kurk. En dan kun je dus denken aan totaal grote variatie aan toepassingen. The practical side of the research here in Utrecht is conducted by designer and researcher Maurizio Montalti. By culturing the fungi in different ways, he's developing alternatives to all kinds of different plastics. Can you tell me from beginning to end, what are the steps that you go through to grow the mycelium? Yeah, you start with the culture, which you usually have stored in the lab, and you transfer a little piece of this culture into a plate, which also embeds inside nutrients, which allow the fungus to grow and spread. When the growth will be effective, you can actually demold your object and make sure to stop the growing process of the microorganism. And this can be achieved by cooking the object. So at that moment, your material becomes a completely inert material. And this is just pure mycelium? This is pure mycelium. The same fungus can be grown in different conditions and with different strategies. So the materials could be the most different, ranging from rubber-like materials, yeah, with a certain flexibility, to more plastic-like materials or leather. And this is all the same fungus? This is all the same fungus, yeah. That's crazy. So how do you see it, you know, the use of mycelium and a fungus in the future? Well, I think actually the possibilities are endless. We are just at the start, despite the fact that it seems to me already a very long time I'm working on it. I'm also very much aware that there is much more in front of me to be done, and I'm quite confident that in a few years we'll have quite few groundbreaking results. According to Han and Maurizio, we'll soon be able to replace oil-based plastic with similar materials grown with fungi. While Maurizio is in the lab working on the fundamentals of mycelium, some people have started exploring the practical uses. We're going to visit Eric Klarenbeek, a designer who has been working on the possibility of using mycelium as a replacement for plastic. I hope through this process we can refine our natural balance. Thank you. You might know him from his mycelium chair, a 3D printed chair that has mushrooms growing out of it and that went all over the world last year. Hey Eric. Hey. Het idee was in feite om dus de paddenstoelen te gebruiken als een soort van lijm of als een soort vervanging van plastic voor 3D printen. Ja, ja. Dus zo van, ik wil dus printen met gewoon lokale grondstoffen. Nou, dat zijn bijvoorbeeld, zou ik bijvoorbeeld inderdaad een boom kunnen pakken en die kunnen vermalen en dat ik dan print en dan heb je een houten stoel en dan groeit die gewoon weer tot één model, tot één object. Ik ben een mens en ik wil een kruk of bijvoorbeeld zo'n stoel. Wat ga je dan doen? Ja, zal ik je beginnen met grondstof. Je kan beginnen met eiken, met wilg,
met esdoorn, met stro en wat er dan ingaat voor de buitenwand van de vorm. Dat zijn bijvoorbeeld de bioplastics of het aardappelzetmeel materiaal. Dat is dus aardappelzetmeel uit Nederland. Ja. En dit kunnen we dus 3D printen. En hoe ziet dat dan uit? Ik bedoel, jij hebt gewoon een ontwerp op de computer gemaakt. Een 3D ontwerp neem ik aan. Ja. En dit is dus ook hoe jij die mycelium chair bijvoorbeeld hebt ontworpen. Ja. Kan je gewoon helemaal organisch modellen. Dus Klopt. Dit is dan af en dat stuur je dan daarheen? Dat stuur ik dan naar de printer en dan print hij de buitenwand op. En dan zou je hem dus, als jij het zelf wil doen, zou je hem dus kunnen vullen met stro en een beetje schimmel. Mm-hmm. En kan je hem zelf opkweken. Nou, stel dat je het... Dat je alleen de buitenwand print, dan zou dit dus je buitenwand zijn van een hout. Dus het is ook heel poreus geprint, expres. Mm-hmm. Zodat vocht en lucht alles er doorheen kan en het mooi dicht kan groeien. Of je print het allebei in één keer, dan krijg je dus dit. Dan print je dus de buitenwand en de vulling om en om. Vervolgens stoppen we hem in een zak, zodat hij vochtig blijft. En houden we hem in een gerecyclede box. Mm-hmm. Dit is zeg maar afhankelijk van de temperatuur, 1 tot 3 weken. Okay. En dan is hij helemaal... En wat heb je dan? Is hij helemaal af. En dan hebben we een doorgekweekt product. Zie je echt dat die schimmel hem helemaal heeft ingepakt. En dat hij. Zo groeit hij dus ook helemaal binnen en buiten, helemaal doorheen. Maakt hij één harde bonk van. En dan zetten we hem op de verwarming. Dus je ziet hier al wat dingen. De verwarming staan, zeg maar. Die drogen we. En dan is de kruk af. Dus dit is het eindproduct? Ja, hier is hij af. Dus helemaal doorgroeid. De schimmel is aan de binnen- en buitenkant. En hij is gedroogd, hè? Je voelt het al. Het is enorm licht. En hoe sterk is dit? Het is sterk genoeg om op te zitten. Dus, dit krukje? Ja. Ik kan er nu op gaan zitten? Ja. Alleen deze moet naar Amerika, dus ik ben een beetje voorzichtig. Anders mocht je er voor mij op gaan zitten. Maar in principe zou ik hier op kunnen zitten, op dit kleine ding. Ja, zeker. Ja. Okay. Ja, het is sterk. The end product is a material that's a bit similar to cork. It's light, strong, fire resistant and water repellent, making it perfect for isolation or packaging material. Er is nu één bedrijf in Amerika die het materiaal opkweekt als verpakkingsmateriaal. En we zijn in Nederland, gelukkig met meerdere partijen, zijn we dit materiaal aan het onderzoeken. Dus ik hoop dat er ook hele spannende dingen uitkomen. En dan kan je echt die variaties maken, dus van heel zacht tot heel hard. En dat hele zachte, dat kan dus zijn het verpakkingsmateriaal. Of net iets harder richting kurk. Of nog wat harder richting hout. En zelfs nog harder. En dat is eigenlijk nu de uitdaging die we met z'n allen aan kunnen gaan om te kijken van kunnen we dan inderdaad al die plastic producten of al die andere producten vervangen. We zijn begonnen met met gewoon alles verzamelen wat we zo snel konden vinden en een tentoonstelling te maken die heet Paddenstoelenparadijs. Willem Veldhoven is founder of MediaMatic, an organization that's trying to introduce the public to the practical uses of fungi through art and design. Dit is de eerste poging om op een leest schimmel te laten groeien, schoen te kweken. Nou, hoe lang het gaat duren voordat je daarmee rondloopt. Dat weten we nog niet. He firmly believes that fungi are going to change our lives completely. Ik vind het nog steeds het verhelderend als je de geschiedenis van plastic bekijkt. Er werd plastic gemaakt van melk. Nou, daarna kwam die hele olierevolutie. En dat je daarna ziet dat alles in de maatschappij eigenlijk anders wordt daardoor. Op zoiets verwacht ik van die schimmels. Alle dingen worden anders in elkaar gezet. Voelt anders. De verpakkingen van dingen worden anders. Dat gaat alleen maar verder. Dus ik denk dat we veel meer dingen gaan kweken in de toekomst dan we nu ons kunnen voorstellen. Dat je meubilair, hebben we nu al de eerste voorbeelden van, dat zal veel verder gaan. Ik denk dat dat je de wereld niet meer terug herkent over 100 jaar. This all may sound like science fiction, but there is already a company that produces packaging material made out of fungus. Packaging is something that we should always have if we have products. I mean, it's a natural part of our economy. So make something that's far better in every respect. Use fewer resources to make it, use less energy to make it, and make that disposal part so it can just go into our natural environment. The company mass produces the composite we saw earlier as a replacement for styrofoam. So once the parts have fully grown out in their tools, it takes about 5 to 6 days, we remove them from the tool, and we take those finished parts, which are wet and rubbery, and we put them in our drying oven here. This inactivates the organism, so it won't grow in your box, it won't eat your computer or your television. It's not an invasive species risk, right? The packaging's dead when it gets to your home. But it does make the products stiff and lightweight. Plastics are a wonderful material, which is why it's so crazy that we use them in disposable applications, because they're so valuable.
A great use of plastics is probably in nuclear containment vessels. That's something you want to last for thousands of years and not break down in our natural environment. But packaging, it's meant to be thrown away. We've taken the best of agricultural mushroom technology, living systems technology, and paired it with really some serious logical engineer type thinking about how we apply and use living systems. And we've come up with a really innovative product. We're headed towards a moldy future. Give it a few more decades and we could all live in a world where oil-based plastics are history. A world in which we can simply throw away our packaging materials and products in our backyards without destroying the world around us.